Mijn naam is Davy Ruimakers en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. Het afgelopen jaar heb ik jullie verschillende tips gegeven waarmee dat je jouw video's op een makkelijke en vaak zelfs goedkope manier kunt gaan verbeteren. Maar hoe doen andere YouTubers dat nou? Dat ga je zien in deze serie. Stel je moet nablijven, dan heb ik een vet goed smoesje. Hey, what's Gucci? Het is je partner, Steve Vechten. What's Gucci? Die was hard, jongen. What's Gucci? Die kan ook zien. Ik ben op trainen. Ik ga ze er allemaal van in doen. Oké, wat we vandaag op gaan hebben is wat jongens irritant vinden aan meisjes. Maar ik ben niet alleen, ik ben samen met... Ben ik nu niet te zwart in de achtergrond? Jawel, je bent wel lief. En je bent ook heel erg mooi. Oké, vandaag is het weer woensdag pannendag. Of als je het op een andere dag kijkt, ja. Dan is het een andere dag. Mijn naam is Davy Ruimakers en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er vandaag samen met... Steven Vechten. Oftewel de panda. You know. Inderdaad. En voor de mensen die Steven even nog niet kennen... Linkje van staat ik in de beschrijving, maar kun je iets over jezelf vertellen? Nou, ik ben Steven Vechten. Ik ben ook een YouTuber. Ik heb nu 50.000 abonnees. Ik maak YouTube omdat ik het gewoon super leuk vind. Ik woon in Groningen. Ik zit net niet meer op voetbal. Ik zit nu op fitness. Ik heb mijn werk net opgezegd voor YouTube. En ik ben YouTube verslaafd. Dus jij kunt me zeggen, je bent een echte YouTuber. Ik ben vanaf nu een YouTuber. Volgens mij komt het heel mooi naar mijn beeld staan. YouTuber. Ja, met pro ervoor, hè. Pro YouTuber. Klik uit. Nee, en je zei al dat je iets met video's deed. En wat voor soort video's maak je op jouw kanaal? Het is... Omdat ik 90% kijkers wat meisjes zijn, heb ik nu wat jongens irritant vinden van meisjes. En ik heb net een serie bedacht waar ik zelf eigenlijk best wel blij over ben. Dus ik ga als jongen meiden dingen testen. Dus in de ogen van een jongen ga ik dus, weet ik veel, make-up of zo testen. Dus dat zijn meestal de video's wat ik doe. Wat ik nog meer doe is Q&A's. Want dat is gewoon leuk, dat is gewoon lachen. En beetje interactie. Daarom. En soms als ik gewoon echt zin heb, ga ik gewoon voetballen. Maar dat is echt in uitzondering, want eigenlijk vinden sommige meisjes dat niet zo leuk. Maar het moet. Als je 90% meiden hebt, ja, dan snap ik het wel. Ja. Dus eigenlijk gewoon een heel divers kanaal met heel verschillende video's. Zeker de moeite waard om even te gaan kijken. En ja, waar neem je video's mee op? Wat gebruik je? Waarom edit je? Dat soort dingetjes. Oké, nou, ik neem mijn video's op met de Canon EOS 700D. Ja. Komt bekend voor. Komt heel bekend voor. Dat is echt een camera wat de meeste YouTubers gebruiken. Dat is een hele goede. Hiervoor gebruikte ik, dat is wel een goede tip, deze. Dit is de Handycam. Sony. Sony Handycam. Het is een hele goede camera om mee te beginnen, vind ik zelf. Want het is gewoon, hij is goedkoop. Je hebt zo'n schermpje wat je uit kan klappen. Kan je zelf zien. Dus dat is echt heel mooi. Het is makkelijk mee te nemen. Het is gewoon prima. De kwaliteit is best wel goed. En je kan het zelf gewoon dus met color grade omhoog gooien. Nou. En ja, het is... voor de mensen die weten, color grade, zo kun je beelden net iets meer zoom geven, iets mooier maken. Heb ik al een keer een video over gemaakt trouwens. Link ervan staat natuurlijk in de beschrijving. Dit is wel een leuk verhaal. Ik heb nog een soort GoPro. Het is een PNG cam, heet het. Heb ik gekocht in Frankrijk. Het leuke is, hij was 100 euro. Hij was afgeprijsd naar 50 euro. Dus ik dacht, doen. Het was goede kwaliteit. Ja. Ik dacht, doen. Ga ik naar de kassa, dachten zij dus dat die van 50 euro naar 25 euro was. Want ze dachten dat er nog een keer korting overheen. Dus ik heb hem maar voor 25 euro gekregen. Dus van 100 naar 25. Jongens, even die winkel die staat ook in de beschrijving. Nee, ik zal echt mee. Deze winkel voor iets dan. Alleen de reis is wel wat te duur voor. Ja, oké, voor een camera. Maar inderdaad, GoPro's hoeven het niet duur te zijn. Jullie weten dat ik een camera gebruik van de Action in GoPro. Letterlijk van de Action, de winkel. Ja. Perfect. Die werkt ontzettend goed. Dus ja, het hoeft niet altijd duur te zijn. En ja, ik zie ook nog een microfoon bij jou opzetten bij de camera. Iets meer uitleggen over die microfoon die je gebruikt. Ja, ik heb net een microfoon gekocht. Het is de Rode microfoon. Het is de rode microfoon, de rode mic. Hoe je het uitspreekt, de rode of de rode? Laat hier onderaan de reactie weten wat jij vindt. Is het rode of rode? Laat maar weten in de reacties. Gaan we kijken wat het is. Zeker doen! Inderdaad. Hey, jullie hebben natuurlijk al bij Kelvin gehoord dat je beter de videomic kunt hebben als de pro-versie. Want de videomic is gewoon qua prijs-kwaliteitsverhouding gewoon vele malen beter als de pro-versie. Dus, tip voor jullie. Veel beter. En het is niet zo duur, het is maar 85 euro. Nou ja, weet je, dat is misschien een weekje werken.
als je 15 bent. Dus als je nog jonger bent, zal ik even naar je ouders gaan. En dan zal ik gewoon vragen, mag ik even een gasmaaien? Nou, als je geen gas hebt, ja. Dan ben je pech. Lukt dat gewoon niet. Dan moet je gewoon YouTuber. Ja. YouTuber. En ik heb nog een kleine vraag voor jou. Dat doe ik eigenlijk altijd in deze serie. Een soort dilemma vraag. Ja. En mijn dilemma vraag is... Stel, jij moet kiezen. Oh. Of... Je mag dan nooit meer iets van panda's hebben op jouw kanaal. Och. Dus je intro, geen panda, geen woord, geen panda meer. Nee. Of... Ja. Je verliest 50% van je kijkers. 50%? Ja. Ja, ga of wel van je kijkers weg of je panda. Ja, pak je panda, man. Okay. Leef je panda weg. Hey, nee. Dus vanaf vandaag heeft hij geen panda's meer op zijn kanaal. Vanaf vandaag heb ik... Boontjes! Boontjes. Ja, oké. Okay. Klinkt goed. Klinkt goed. Ik zou zeker zeggen, wil je meer van zijn video's weten? Kijk dan even in de videobeschrijving. Dan vind je natuurlijk een linkje en meer informatie. En heb je nog een leuke vraag voor hem? Stel dan ook gerust die onderaan de reacties. En ik reageer. Ik ben deze afgesproken. Ja. Dus allemaal reageren. Ik zeg, vond je het een tof video? Dit was je blauw duimpje vast omhoog. Dat je zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot ziens. Mijn naam is Dave Raamakers en super leuk dat jullie kijken. Oh, wacht, ik moet die camera kijken. Ik kijk ook niet, hè?